Hallo, mijn naam is Willem van Moorst. Ik ben docent van het allermooiste vak, dat is natuurlijk geschiedenis, hier op het Hoeks. Ik ben hier nieuw nu een jaartje, 24 jaar oud en mentor van de superklas V2A. En verder sta ik bekend denk ik als de docent met het slechtste handschrift hier op school. Oké, en wilt u graag meedoen met de challenge? Zeker. Ik ben nog wel tevreden. Maar zoveel is het niet. Tellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wat een overwinning. Met de kleine oortjes zelf. Gefeliciteerd met uw overwinning. Dankjewel, dat betekent echt heel veel voor me. Hoi en welkom bij een nieuwe challenge. We hebben vandaag meneer Nuiten gevraagd om afval te komen scheiden. Hierachter staan drie bakken waar we straks het afval in gaan doen. De bedoeling is dan om met een tang een stuk afval te pakken, over de tafel te gaan en het afval in de gooibak te doen. We hebben hier 2 minuten voor. Als het afval op de grond valt en als het afval in de verkeerde bak zit... Dus jongens en meiden, weer wat geleerd. Een zilveren binnenkant moet bij het restafval. Dus een duidelijke winnaar. Mag ik feliciteren.
Nou, hè, kinderen, als volgt. Ik zeg zo meteen een woord en dan moeten jullie daar een leuk gedichtje van maken. En dan hebben jullie 1 minuut de tijd voor. Ik hou de tijd bij. En het eerste woord is... ambassadeur. Ja. Go. Ja. Seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Stop! Oké, nou. Sid gaat eens even kijken. Vertegenwoordiger van mijn land. Hand in hand met een. En dat was het. Ja. Nou, Sinterklaas, ik heb nog minder. Best ambassadeur Sinterklaas in het land. Hier is het eerste punt hoor. Even een oefenrondje zetten, Klaas. Hoezo een oefenrondje? Jij hebt vast lekker gedaan. Ik had niks gedacht. Beste ambassadeur. Hij loopt niet naar achter, maar naar voren. Dat had ik gedaan. Volgende woord. Het woord is... tulpen. Wat? Een tulpen. Tulpen, typisch Hollands. Hè? De zin komt niet van niks uit Spanje. Drie, twee, één. Stopper! Nee, vreselijk. Vreselijk is het, hè? Rijden, nee. Daarom hebben we ook een rijmpje voor. Nou. Beste tulpen. Typisch Nederlands ben jij. Voor hem, haar, nou, hij en zij. Heel origineel. Geel, oranje en rood. Van al leven en soms ook dood. Nou, die ruimt beter dan die van mij. Vol leven, maar soms ook dood. Nou, elke vrouw houdt van tulpen, dus Sinterklaas komt van hulpen. Hij mocht ze zelf in de fabriek met... Hij maakt ze zelf in de fabriek met confetti en paniek. Ik vind dat je onwijs een goede dichter bent, hè? Nou, dan heb jij weer een puntje. Het winnende gedicht is... 3 punten waard en daar hebben ze 2 minuten de tijd voor. En we doen het nu met een naam en die naam heet Bas. Vind ik toch zelf een zeer mooie naam. Zo het zweet komt er wel vanaf, hè, meneer Matthias? Concentreer, Sinterklaas. Ja, ja. Ik zou er een heel erg leuk prijsje voor je wint eigenlijk. Ja, ik heb een heel leuk prijsje. 4, 3, 2, 1. Beste Bas, Sinterklaas zat te denken wat hij jou moest schenken. Nou, die heb ik nog nooit gehoord. Hè? Sinterklaas hoort soms vreemde verhalen over jou. Dat je als je gek rondrent door regen en kou. Op school ben je een lieve jongen. Punt. Ja, ik had het graag nog af willen maken, Sinterklaas. Oh, met de tongen zeker. Nee, ja, ik zou niet durven. Nee, sorry. Ik ga het ook niet durven. Sinterklaas komt met zijn cadeaus. Verpas je ook iets in de doos? Basje maakt de doos open en er komt wat leuks uitlopen. Het is een paard, oh wat mooi. Dit was het cadeau van Bas de Noot. Nou, ik vind dat jij perfect hebt gewonnen. Perfect. En weet je wat nou je prijs is? Je mag vanavond je schoen zetten, is dat toch niet leuk? Ja, dat is zeker leuk, Sinterklaas. Ja, is leuk is dat, hè? Blijf maar denken. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En doe even een like. En als je deze man ziet, dan zeg je maar dat hij onwijs goed kan dichten. Hè? En hij al helemaal. Dag! We gaan vandaag kerstbowlen met mevrouw van Antwerpen. En de bedoeling is dat we met kerstballen boompjes gaan omgooien. Ja hoor, strike. Nee. Ja, wel 1 boom om. Ja. 2, 3, 4. Oh, je hebt Yeah.
Hé, hey, jammer zeg. Hé. Nee, dat is goed. Niks meer aan doen. Dat is hier, hè? Hoi, vandaag hebben we mevrouw Gede gevraagd om mee te doen aan onze challenge. Dit keer doen we challenges op snelheid. Bij de eerste challenge moet je M&M's sorteren op kleur. Bij de tweede challenge rollen we wc-rollen uit. Bij de derde is het de bedoeling om 5 ballonnen lek te steken. 3, 2, 1, go! Waarom hebben we zo'n grote rol gekozen? We hebben er een zootje van gemaakt. En we hebben geen kleur, hè? Dus het is gewoon degene die dichtst bij jou ligt. Gewoon zo snel mogelijk 5. 3, 2, 1, go! Dat ging zoveel sneller dan ik dacht. En dat waren alle ballonnen. Nou, gefeliciteerd met je overwinning. Dankjewel. Dames en heren, we horen hier muziek uit het muzieklokaal komen. Dus laten we even bij het muzieklokaal kijken. Dag meneer. We zoeken nog iemand voor de challenge. En ben ik de uitverkoren, hè? Jazeker. Ik doe mee. Wat was u net aan het doen? Nou, ik ben wat muziek voor aan het bereiden voor de schoolband. Schoolband? Wat is dat precies? Nou, er is geen schoolband op het Hoeks Lyceum, maar die gaat er wel komen. Er is ontzettend veel muzikaal talent hier op deze school. En vanaf volgend schooljaar gaan we een schoolband opzetten. Nou, wat leuk! Wat is de challenge? Nou, dat zal ik eens even uitleggen. We gaan met een drumstokje gaan we mondkapjes schieten op het drumstel. De drums die zijn 5 punten waard en de bekkens die zijn 10 punten waard. Degene die na alle 20 mondkapjes de meeste punten haalt, wint. Maar als je je eigen mondkapje er weer vanaf schiet, ja, dan ben je die punten weer verloren, oké? Okay? Dat ga ik dus ook niet doen. Kom. Dat gaat echt. Dit is de moeilijkste challenge van het waard. Ja. Is het dood, hè? Ja, de vorige keer was het... Je hebt al veel punten, hoor. Ja, ja, ja. Nul. Eindig. Eindig. Eindig.
bed liggen. Yes! Oh. Yes! Dio, nog tips? Verlies. Lekker, meneer! Ik vind dat hij gewoon telt. Telt hij? Ja. Als een schot? Ja. Die ben ik kwijt? Een schot is een schot. Oeh, jullie zijn hard. Oeh. Mogen we niet van stok wisselen? Ja, we mogen van stok wisselen. Mogen van stok wisselen? Ja, van stok wisselen. Echt een schot. Tja, dat is niet te doen. Ja. 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 De laatste. The moment of truth. Dit wordt hem. Ja, dit is hem hoor. Dit wordt een slag. Niet waar! Niet waar! Niet waar! Was het allemaal jouw schuld?